Je maakt al mooie foto's, en, uh, ja, maar hoe kan het nou zijn dat je die nog beter kan krijgen? Hè, zou je ook meer willen opvallen met die foto's, zodat jou, jouw vrienden, je kennissen, uh, je ouders, misschien wel je collega's, dan ze echt zeggen: van, wow, dat is een hele mooie foto. Hoe komt dat nou? Dat komt onder andere doordat je jouw camera goed moet kennen, en dat je eindelijk iets van die automatische stand af moet. En uh, vakantiekiekjes, en uh, die ga je gewoon omzetten naar hele spannende foto's. Nou, hoe kun je dat nou doen? Dat kun je natuurlijk doen door een mooie fotografiecursus te gaan volgen. En dus dan vraag je je natuurlijk af: ja, waarom zou ik niet juist deze fotografiecursus uh, moeten volgen? Nou ja, je kunt dat natuurlijk op meerdere plekken doen. Maar uh, omdat je bij deze fotografiecursus ga je bij mij alles direct in de praktijk brengen met je eigen camera. En je gaat alles direct toepassen. En wat ik heel belangrijk vind, is om jou echt persoonlijke aandacht te geven, zodat je daar uh, echt jouw vragen beantwoord kan krijgen. En uh, waar ik niet zo voor ben, is, is al te veel theoretische pripraat. Ik wil echt met jou direct in de praktijk brengen. Nou, wat je allemaal gaat ontdekken zijn uh, onder andere de verschillende standen van je camera. Dan weet je precies waarvoor je die allemaal kan gebruiken. En uh, je gaat dingen leren over sluitertijd, je gaat uh, leren over diafragma, hoe je ISO-waarden kunt gebruiken, etc. Nou, samen ga ik met jou kijken naar de ontwikkeling van jouw eigen fotografiestijl. Nou, dan kun je denken aan bijvoorbeeld de beeldtaal. Wat zegt zo'n beeld nou? Dus je kunt denken aan de compositie. Hoe kun je zo'n beeld opbouwen? Nou, en aan het einde van deze fotografiecursus heb je een heel mooi portfolio gemaakt. En dan ben je in staat om die foto's fantastisch te maken. En echt precies zoals jij dat zou willen. Nou, wat ga je eigenlijk allemaal aanvaren tijdens deze cursus? We gaan uh, ja, ontdekken hoe je in elke omstandigheid met jouw camera kan fotograferen. Dan kun je denken aan sneeuw of heel erg donkere omstandigheden. Maar dat ga je allemaal ervaren en zul je ook zien dat dat gaat lukken. Nou, wat we kunnen doen, we gaan een aantal uitdagende opdrachten neerzetten en een paar oefeningen, waardoor jij die met je eigen camera kan doen. En je gaat elkaar natuurlijk ondersteunen met een gezellige groep mensen. En dat gaat zeker lukken, want we gaan op locatie fotograferen. Waar je een aantal pittige en leuke opdrachten krijgt. En dan kun je denken aan een dagje Antwerpen. Wij gaan straatfotografie doen in Antwerpen. En dan ga je leren in een aantal stappen hoe je dat tot leven kan brengen. Nou, verder hebben we nog op het programma staan urban fotografie. En urban fotografie dat gaan we doen in Duitsland. En dan kun je met al het geleerde, kun je dat daar in praktijk brengen. Dus kortom, je werkt dus aan je eigen portfolio en daar kun je echt trots op zijn... Nou, wat ga je eigenlijk allemaal leren? Ik ga het nog één keer voor jou vertellen. Je leert dus de instellingen van je eigen camera kennen. En dan kun je denken aan diafragma, aan scherpte-diepte. En scherpte-diepte zorgt ervoor hoe jij de achtergrond, of je scherp of onscherp in een foto krijgt. En je leert natuurlijk alles over sluitertijd. En met sluitertijd kan je juist beweging laten zien, of je kan je beweging bevriezen. Nou, je leert ook alles over licht. En dan kun je denken aan onderbelichten, overbelichten en een heel handig hulpmiddel erbij is het gebruik van de histogram. Je leert ook alles over beeldtaal en compositie natuurlijk. En je leert hoe je betere foto's maakt door een paar geheime, maar zeer effectieve tips en technieken. En die werken meteen op jouw foto's en op je resultaat. Zeker als je dat direct gaat toepassen. Nou, wanneer start deze fotografiecursus? Op deze pagina staat de locatie en wanneer we van start gaan. Dus ik zou zeggen: ik zie je heel graag bij deze fotografiecursus. En uh, nou, wie weet, tot ziens.